Oké, jongens, we zijn een dag later vanuit Italië. Ik zei dat ik niet ging filmen, maar ik doe het toch. Het is even een live onderbreking soort van. Het is heftige nood weer opeens. Kijk, de wind hier. Onweer is bezig. En keiharde regen. We hebben zelfs de auto helemaal moeten bedekken. Want de regen is niet normaal meer. Er kwamen net ook keiharde stenen uit de lucht. Dus hopen dat alles goed gaat. De auto is helemaal bedekt in ieder geval. Maar oppassen. Goedenavond, jongens en meiden. Zoals jullie het hebben gezien, het noodweer was vanmiddag behoorlijk bij opa en oma. Wij zijn hier pizza aan het halen. Het is vandaag weer start van een nieuwe vlog. Wat ik in de vorige video zei van aan het eind, dat de vlog natuurlijk te lang was. Hij was een half uur geworden, dus daarom ben ik vandaag opnieuw begonnen. Wij zijn hier achter pizza aan het halen. Echt de lekkerste pizzeria gewoon van het noorden van Italië hier. Een van de weinigen nog die echt met houten ovens werken. Dit is echt geweldig. Wij gaan hier even op wachten. Noodweer is gelukkig weggetrokken. Er ligt nog wel allemaal plassen. Maar de aankomende 3 dagen wordt gewoon nog noodweer. Je zag het. We hebben gewoon doeken op mijn vaders auto moeten leggen. Want het was gewoon niet normaal. Ja. Dit maakt de dag natuurlijk wel goed dat we weer pizza gaan eten. Dus daar ben ik blij mee. Maar de temperatuur is wel koud. 17 graden. Het is nog steeds donker. Maar vanavond kan nog een bui vallen met onweer. Maar in ieder geval, de dag wordt weer goed gemaakt met pizza. Dus daar ben ik blij mee. Ik ga lekker van genieten dadelijk. En als er meer dingen komen, dan laat ik het jullie natuurlijk wel weten. Want de aankomende 4 dagen ben ik nog bij mijn opa en oma. En de terugreis komt natuurlijk wel in deze vlog. Omdat ik hier minder ga doen. Omdat ik hier minder laat filmen. Dus de laatste vlog is bezig. Genieten van. Goedemorgen jongens en meiden, vandaag een nieuwe dag vanuit Italië. De laatste 2 dagen zijn aangebroken hier. Ik ben nog steeds bij mijn opa en oma, niet thuis, want daar zou ik niet filmen. Maar we zijn ook niet bij een leuke buurt. We zijn bij de dierenarts, want de kat van mijn opa en oma die heeft een hele grote bult bij zijn linkervoorpoot zitten. Dus die is mijn oma even aan het nalaten kijken bij de dierenarts. We moesten nog op 4 personen ervoor wachten, dus het is nog even wachten. De zon schijnt wel in ieder geval, dus daar ben ik blij mee. Na eigenlijk 1,5 dag schijnt de zon weer een keer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. De lucht is ook heel erg mooi helder. Dat komt door regen, maar hopen dat het zo blijft. En niet dat het weer omslaat. En laten we het gewoon hopen dat alles goed gaat met de kat. En dat het weer zo blijft. En laten we er een mooie 2 dagen van maken. Even een leuke toet op de achtergrond. Maar laten wij er een mooie 2 dagen nog even van maken. En dan genieten van de dag. En wachten op de uitslag van de kat. En hopen dat die goed is natuurlijk. Ik hou jullie op de hoogte. Wij zijn weer thuis aangekomen vanaf de dierenarts. Gelukkig is het paard een ontsteking. Dus het gaat vanzelf weg. Hij heeft een prik gehad. Dus dat eigenlijk. Misschien horen jullie op de achtergrond nog de kerkklokken, want het is precies 12 uur nu.
Dus wij gaan nog even van de zon genieten in de tuin, want de zon schijnt nog steeds, dus daar ben ik blij mee. Dadelijk even eten en dan zien we ook verder wel wat we deze dag gaan doen. En anders ja, is de volgende shot weer morgen of overmorgen. Maar we zien het zelf wel. Ik weet ook nog niet als ik nu hier sta wat ik nog kan doen. Maar we gaan zien. Goedemorgen jongens en meiden, wij zijn aangekomen bij de laatste dag alweer in Italië. Vandaag gaan wij even naar een Iper Tossano, dat is een nieuwe supermarkt. Die is geopend. Ik ben hier samen met mijn vader, moeder, zus en mijn oma, dus dat is ook een keer leuk dat ze meegaat. Maar ja, wij gaan dus de laatste dag gaan wij hier beleven in een lekker zonnetje. Dus daar ben ik ook blij mee dat de zon gaat schijnen nog weer op de laatste dag. Vannacht rond 5 uur gaan wij vertrekken. Dus dat is vroeg. Maar wij gaan in ieder geval een leuke laatste dag hiervan maken. En even kijken hierachter wat het is. Want het is een outletcentrum en een supermarkt. Dus laten we kijken. Er zitten verschillende winkels in ieder geval. Dus wij gaan binnen kijken. En als ik iets leuks vind, dan laat ik het natuurlijk wel weten. Dus de laatste dag is ingegaan. Dat is minder leuk natuurlijk. Dus ik doe wel zo, maar dat is niet leuk. Maar... we maken het gewoon het beste van, dus laten we binnen kijken. Goedemorgen jongens en meiden, het is 4 uur 's nachts. Het is ijskoud, maar wij gaan er vandoor. Het was heel gezellig hier, ik ben mijn opa en oma echt... heel leuke 4 dagen hier gehad. Het is onwijs leuk dat we natuurlijk nog steeds met mijn opa en oma kunnen om daar een gezellig feestje van maken. Lekkere spelletjes spelen. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat we dat hebben gedaan. Wij gaan in ieder geval terug naar Nederland rijden in de kou. En, want het is lekker vroeg dus. Wat ik zei, 4 uur. Mijn haar ziet er lekker uit. Lekker op slaapstand. Ik heb ook maar eigenlijk heel kort geslapen, want om 3:30 heb ik, 3 uur zelfs ben ik al opgestaan. En ja, snel alles ingepakt, de laatste paar spullen en natuurlijk even snel een lekker bakje thee gedronken. En dan gaan we zo nog proberen even verder te slapen in de auto. Dus we gaan zo vertrekken, dus ja, het is echt klaar met Italië. We gaan weer terug naar Nederland. Naar het ijskoude weer. Wat ze 's nachts hebben in Italië is overdag voor mij in Nederland. Laten we dat alleen niet hopen, maar het is niet anders. Wij gaan in ieder geval zo vertrekken. En dan zie ik jullie dadelijk weer als we iets leuks hebben. Overdag denk ik, 's nachts gaan we niet veel zien. Ik ga wel even proberen te slapen in ieder geval. Maar of het lukt, geen idee. Maar we gaan het ook zien. Dus in ieder geval laten we zo de reis beginnen. En ik zeg... voor Italië. Are you ready? This gonna be the last time. I guess it's goodbye, baby, goodbye. I guess it's goodbye, baby, goodbye. I guess it's goodbye, baby, I'll see you again. I got it. Oké okay, jongens en meiden, wacht. Ik doe deze even af, want ik ben even naar binnen geweest voor de eerste pitstop. Het regent zoals jullie zien. De wolken zitten ook echt heel dicht in de bergen. Maar we zijn net even gestopt voor de renner, dus de passering van Italië en Oostenrijk. Dus we gaan echt Italië nu uit. Heel erg jammer. Het is ook ijskoud, 10 graden, dus je zit echt hoog in de bergen, natuurlijk de Alpen. En het regent, dus slechter kan niet. Je gaat weer richting Nederland. Tuurlijk is het dan altijd weer rot weer. Maar ja, het is niet anders. Ik ga snel de auto in, want het is echt ijskoud. En de regen is ook niet echt fijn. Maar goodbye Italië. Ja. Nou ja, het is niet anders. Ik zie er echt niet uit, zo trouwens, wacht. Ja, mijn haar ziet er ook niet uit. Ik heb niks gedaan, maar
Het is veel koud en ik heb zin om zeiksnat te worden. Dus laten we gaan en afscheid nemen van Italië. Ja, nou ja, het is niet anders. Laten we maar gaan. Mijn haar ziet er nog steeds niet uit, maar dat maakt niks uit. Wij zijn in Oostenrijk. We zijn in Innsbruck aangekomen. Mijn vader is me even aan het volgooien, want de prijs hier is niet normaal goedkoop. 1,28,9. Dat kan je nergens meer betalen. Dus echt top dat we even Innsbruck in zijn gereden. Dit is onze tweede stop dus. Eigenlijk wel de eerste, maar de tweede om echt te tanken. Want we wisten van een paar jaar geleden dat we hier goedkoop kon tanken. Dus daarom zijn we hierheen gegaan. Het is 8 uur in de ochtend. We hebben er nu 3 à 4 uur op zitten. Nog 10 uur te rijden naar huis. Dus we hebben nog even gegaan. We gaan bijna Duitsland in. Als ik het goed weet. Ik laat wel een plaatje hier van de kaart zien waar we nu zitten. Blauw bolletje is de plek hier zo. En ja, als het zo doorgaat, gaat prima. We hebben nog niet echt last van file gehad. Alleen heel even in Italië. Maar dat viel op zich wel mee. In ieder geval, wij gaan door met de reis. En ja, ik zie jullie later weer als we weer wat meemaken onderweg. Pitstop 3 alweer, jongens en meiden. Wij staan hier op een parkeerplaats even een broodje te eten. Het is 1 uur. Ik heb net in dat gore ding daar heb ik geplast. Nou, niet normaal. Echt niet normaal. We moeten nog 600 kilometer voor mij. We zijn een beetje op de hoogte van Frankfurt. Dus een beetje midden van Duitsland. Ik laat hier wel zien waar we zijn. Maar we moeten nog een aardig stukje. Verwacht tijd wordt 8 uur vanavond. Dus dat is een latertje. Maar dat maakt niks uit. Nou, eigenlijk wel. Ik wil zo snel mogelijk thuis zijn natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. We moeten maar thuis komen. En wij gaan even broodje eten. Even wat drinken. En dan dadelijk weer verder rijden. Dus we zien het wel wat we onderweg tegenkomen. In ieder geval, dat gezegd te hebben, ja. Ik heb voor de rest geen informatie meer. In ieder geval, ga nooit in dat wc-hokje hier, want het is ranzig. Nou ja, dat was het. Oké, jongens en meiden, we zijn nog steeds in Duitsland. Ik sta bij een badtent hier. Mijn vader is weer even de auto aan het volgooien. We hebben echt heet nu in de file gestaan, dus het is niet normaal. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel te melden. Alleen dat het echt heel erg druk onderweg is. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk gewoon niet. Het is gewoon echt heel erg druk. Heel veel in de file gestaan. Als het goed komt er nog file aan, dus daar ben ik niet blij mee. Verwachte schattingstijd thuis is 8:30 pas. Dus het loopt alleen maar op. Dus hopen dat het nu een beetje mee gaat vallen en dat is het eigenlijk. Gewoon hopen en meer kan je er niet tegen doen. Dus laten we gewoon afwachten en kijken of we het toch nog een beetje mee kunnen krijgen. Dat we een beetje geluk hebben. Maar we weten het niet. Wij gaan in ieder geval door. Oké, jongens en meiden. Wij hebben onze laatste stop, denk ik, in het buitenland gemaakt. Hier in Duitsland. We zijn voor mij net voorbij Dortmund, dus we zijn echt dicht bij de Nederlandse grens. Ik laat hier een plaatje zien van waar we zijn. Het is de bedoeling dat wij over een klein anderhalf uurtje bij ons eetlocatie zijn in Nederland bij een Van der Valk. De plaats waar het is ben ik even vergeten, maar dat vertel ik dadelijk ook wel. In ieder geval laatste stop dus in Duitsland voordat we in Nederland in gaan. Zonnetje schijnt ook, dus daar ben ik blij mee. En ja, zit de vakantie er echt bijna op. In ieder geval, we hebben heel lang gereden al vandaag. Het is al voor mij bijna 7 uur. Dus als niet, dat 7 uur is geweest trouwens. Want we zijn echt heel de dag al bezig. Alleen maar in de file gestaan. Dus nee, het is niet echt een top terugrit geweest. Maar het is niet anders. Wij gaan in ieder geval doorrijden het laatste stukje naar Nederland. En dan kunnen we eindelijk eten, want ik heb zoveel honger. Maar laatste anderhalf uurtje en dan eten ben ik blij mee. Dus laten we gaan. Oké, jongens en meiden, wij zijn op de plek aangekomen waar we hebben gegeten. Het was echt heerlijk. Het hotel ziet er ook echt heel mooi uit. Van der Valk in Veenendaal. Echt een heel mooi hotel. Dus als je hier een keer in de buurt bent en je moet overnachten, ga je hierheen. Want
Dit is echt een tophotel. Eten was ook lekker, dus ja, echt een aanrader. Dus kom hier vooral heen als overnachting of restaurant, want het is goed om te doen. In ieder geval, we hebben lekker gegeten. Video, die laat ik nu wel even zien. Van na dit filmpje. En dan gaan wij zo doorrijden naar huis, het laatste uurtje. En dan zit de vakantie echt op. Dan kan ik wel weer eindelijk in mijn eigen bed slaan, want dat heb ik echt gemist. Maar in ieder geval, het laatste uurtje gaan we nog even rijden. En dan zie ik jullie dadelijk. Wij zijn alles aan het uitpakken, wij zijn thuis aangekomen. Ja, de vakantievlogs zijn hierbij ook afgelopen. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken bij deze vakantievlogs. In oktober gaan wij weer weg, gaan wij naar Duitsland. Dan ga ik weer vloggen, dus ja, de vakantievlogs voor dit jaar zijn nog niet over. Wel voor deze zomer, maar zo snel mogelijk ben ik weer terug natuurlijk. Oktober en juli. Augustus is niet zo ver van elkaar vandaan. Dus ik ben heel snel terug met nieuwe vakantievlogs. Maar in ieder geval, deze vakantievlogs zijn over. Ik wil je allemaal hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vakantievlogs. En ja, vergeet niet een like omhoog te doen bij deze laatste vlog. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters.